Kijk, je moet er natuurlijk wel van genieten, met name kort na de wedstrijd. Alleen verderop in de week is het Emmen wat telt en zijn we daar volop bezig te kijken hoe we die weer kunnen bestrijden. Ja. Want wat is dan het strijdplan? Nou ja, eigenlijk hetzelfde strijdplan als anders. Alleen Emmen speelt iets in een andere samenstelling, dus daar moeten we rekening mee houden. Nu heb je in de afgelopen weken veel punten gepakt. Gaat het goed? Win je met 7-1 van Den Bosch? Hoe zorg je als trainer dan voor dat de ploeg helemaal scherp blijft? Want ik kan me voorstellen dat iedereen misschien net 1% minder gaat geven, dat je dat dan door de hele ploeg heen voelt. Ja, nou ja, dat is een kwestie gedurende de week op attenderen dat Emmen gewoon een ander verhaal is. En hoe doe je dat? Nou ja, door middel van de trainingen en besprekingen. En kijk, Den Bosch is met 10 man gekomen en dat geeft een ander beeld en een andere wedstrijd. En dan worden sommige dingen, achteraf zag je dat het wel wat makkelijker werd. Ja. Maar dat is tegen MZ zeker het geval niet. Dus ik denk dat ze ook wel realiseren van dat Den Bosch een wedstrijd op zich was. Ten opzichte van 10 man. En nou, dat we morgen weer vol aan de bak moeten. Nu is Emmen een ploeg die de laatste jaren onderin de Super League bungelde. Nu staan ze wat hoger. Is Quinten Martinez daar de gevaarlijkste speler? Nou, ik heb een aantal wedstrijden van Emmen gezien waarin hij wel dreigend was. Dus met name op de zijkanten hebben ze heel veel snelheid en individuele actie. Dus hij is wel een jongen die we inderdaad uit moeten schakelen. Jammer dat hij niet geschorst is, hè? Want hij kreeg 2 keer geel tegen IJsselmeer volgens voor de beker. Ja, ja, nou ja, ik kijk liever naar onszelf, ja. Dat wij iedereen aan boord hebben als dat er bij de tegenstander veranderingen zijn. Dat is niet zo belangrijk. Over jullie zelf gesproken, je kiest weer voor Gijs Luijdenk in plaats van Crescendo van Berkel. Kun je die keuzes uitleggen? Ja, Gijs heeft uiteindelijk behoorlijk wat wedstrijden goed gedaan en we zijn de minst gepasseerde achterhoede waarin hij iedere keer een onderdeel was en Crescendo heeft prima gedaan. Ik denk niet dat je op basis van 1 wedstrijd heel veel om moet gaan gooien. Nu zeggen wel veel mensen een rechtspoot en een linkspoot, dat voetbalt iets lekkerder. Vind je dat zelf ook? Nou, dat heeft wel zijn voordelen. Ja. Alleen Kai vult dat eigenlijk op links altijd wel goed in. Dus ik denk niet dat we daar heel veel hinder van gaan ondervinden. Dan een nieuw opvallend gezicht tijdens de training deze week bij Sparta, Noordin Bukhari. Waarom traint hij met Sparta mee? Nou, hij heeft het verzoek bij ons weggelegd of hij zijn conditie op peil mocht houden. Gezien zijn verleden hier binnen bij de club Sparta, hebben we dat gehonoreerd en traint hij mee. Dus, Nu had ik begrepen dat hij echt een punt achter zijn profloopbaan gezet had. Nou, ik heb hem het liefst natuurlijk zelf gevraagd, maar hij is niet beschikbaar. Maar ik dacht dat hij gestopt was. Ja, dat zou je inderdaad aan hem moeten vragen. Hij heeft bij ons verzoek neergelegd en wij zijn erop ingegaan. En met name ook zijn verleden hier. Altijd van een grote waarde geweest voor die club. Dus hebben we overlegd en hebben inderdaad toegestaan dat hij met ons lekker meetraint. Want is het alleen meetrainen of is er ook de optie dat hij misschien zelfs een contract gaat tekenen? Nee, we hebben gewoon heel duidelijk naar elkaar uitgesproken van dat het op basis is van trainen en fit worden. En dat er voor beide partijen geen conclusies of verbindingen aan vastzitten. Dus daar gaan we nu op dit moment niet van uit. Want daar is gewoon geen budget voor? Nou, daar hebben we eigenlijk niet over gesproken. En nogmaals, we hebben een goede selectie, dus we gaan gewoon met die gasten verder. Ja. Over je selectie gesproken, wat zijn je personele problemen nog in aanloop naar Emmen? Mario die zit weer bij de selectie. Die heeft weliswaar nog geen minuten gemaakt in wedstrijden, maar wel een aantal trainingen. Dus dat is positief. Voor de rest zitten we nog steeds met Hussein, Dogan. Dat gaat beter, alleen zit nog niet bij de wedstrijdselectie. Jamie duurt nog even. Roy Kortsmit, volgens mij zijn dat degenen die we op dit moment nog missen.